Dat is nu de borg. Dat is mooi, hè? Zo zag het kasteel er echt uit. Maar dat was nog niet genoeg. Want bij die borg past ook die kerk. En we gaan die kerk in de 12e eeuw ook eens vullen. Moeten we voorzichtig zijn, hè? Ik heb het ruis niet gezien. Dat was onze dorpskerk. Je ziet hier rond dat kasteel, dat was een vijver. En hoe komt dat, dat hier een vijver rond was, dat zo laat ik in de boven? Dat is aan de Bronnenweg, waar dat nu Eiken wordt gevestigd. En daar ontspringt de bron die de Molenbeek voert. Dus hier, zoals je kunt zien, is dat een vijver. In de, onlangs hebben we voetbal gezien, België-Frankrijk. En ik weet niet wel juist wat het resultaat was. Maar ook in die tijd waren de Fransen hier aan de basis. De Fransen hebben dat kasteel dan in brand gestoken. Er verscholen zich in dat kasteel, dus naar het schijnt Spanjaarden. En hier zijn de Fransen naartoe komen en zijn met in brand gestoken. En daarvan hebben we een mooie weergave. Als Roger nu niet kan tonen wat hij al gemaakt heeft van die weergave, dan mag hij het gemaakt. Dat gaan we natuurlijk dat van. Dus en die maakt dus zulke beelden zullen dan gemaakt worden bij de opname van de film die gemaakt wordt over de borg en de geschiedenis van Gooi. Ja, dat was een dienstgeschek. Nee, dat was een zonder dienstgeschek.